Maar kijk eens even aan, het ziet er toch top uit. Hier ben ik hartstikke blij mee. Yo, daar zijn we weer met een gloednieuwe Minecraft video. Road to 100k. Yes, vergeet niet te abonneren. En misschien vraag je je af, Harm, waarom zou ik moeten abonneren? Nou jongens, kijk eens even wat ik gedaan heb. Kijk eens even dit. Yo, we zijn bijna klaar met die berg. Ja, dit is zo saai materiaal om te doen in een video. Echt, niemand vond het ook leuk om dit te zien. Nee, grapje, dat viel best wel mee. Maar dit is natuurlijk echt hartstikke saai om naar te kijken. Ja, het is gewoon een berg. Je bouwen. Een soort van trappetje omhoog, zo lijkt het een beetje. En een beetje random op sommige plekken. En kijk eens even aan, alles is al bijna gras geworden. Het gaat echt super snel. Blijkbaar als je uitgelogd bent, gaat het ook nog gewoon door. Want anders ja, had ik nog niet zoveel gehad. Bijna alles aan deze kant is al verspreid. En het gaat natuurlijk ook steeds sneller. Want als je één zo'n blokje hebt, ja, dat duurt super lang voordat hij een ander blokje, zeg maar, gras maakt. Maar als je overal van die grasblokjes hebt, dan steekt het de rest ook allemaal makkelijk aan. Hier staat een fat random wandering trader. Wat doe jij hierboven? Vriend, weet je wat? Ik ga hem erin duwen. Zal ik het doen? Doei! Hij laat de vriend. Nee, ga niet dood! Nee! En die lama's staan hier beneden. Misschien vraag je je af, Harm, waarom heb je het hier in de hoek zo punten gemaakt? Want het loopt hier ineens vet hard omhoog. En dat komt omdat ik hier waarschijnlijk iets van een vuurtoren wil maken. En dat staat meestal altijd op een soort van rotsachtig idee. Dus ik wil het hier recht omhoog wil ik het maken. Het ziet er nu nog een beetje gek uit, maar als ik die vuurtoren erop heb gebouwd, dan ziet het er denk ik wel heel erg vet uit. Kijk, ik ga even weer wat dirt pakken, want we zijn natuurlijk nog niet klaar. En zoals ik de vorige aflevering ook al zei, waarschijnlijk heb ik hier een foutje gemaakt en ja, dat klopt ook. Het is veel te steil daarbovenin. De berg kan helaas niet zo hoog worden, want anders wordt het één gekke punt. Dus het moet nu langzaam moet het een beetje vlak worden aan de bovenkant. Anders ziet het er echt super gek uit. Gelukkig heb ik nog meer dan genoeg dirt. En ik denk wel dat het met deze dirt gaat lukken, denk ik. En dan moeten we alles droger maken. Oh, dat gaat echt een hel worden. Dit gaat zo kloot worden. Er zijn verschillende tactieken voor hoe je dat kan doen. Je kan alles indelen in vakjes. Zoals Jeroen bijvoorbeeld nu ook een heel stuk aan het droog maken. Maar ik denk dat ik gewoon lekker ga spammen met die sponsjes. Gewoon lekker spammen met die sponsjes en dan komt het vanzelf goed. Oké, de hoek wordt dus heel erg puntig en hier moet ik het wel normaal even laten verlopen. En dan moet langzaam een beetje naar binnen. Dus hier komen wel even mooi twee van die stukjes. Even kijken. Zo misschien is dit vet. Ik maak het hier eerst wel even wat breder. Allemaal één laagje breder. Super chill. Kijk eens aan. En dan kan je hier heel makkelijk langslopen, zeg maar. Zo ziet het normale berg er ook uit. En hier is het heel erg stijl. En dan gaan we hier exact hetzelfde even doen. Deze iets breder maken. Misschien kan hij nu al 3 breed, denk ik, gemaakt worden. Zo, ik maak hem hier nog lekker wat breder. Even kijken. Hier nog even een paar blokjes erbij. En dan zijn we er ook alweer. Kijk eens aan. Ik connect de beide zijden met elkaar. En dan moet dit allemaal weggehaald worden. En dan moet ik hier ook nog wat aan gaan veranderen. Want dit is natuurlijk wel heel stijl. Dus ik denk dat ik nog wel wat moet aanpassen. Maar dat komt wel goed. Laten we hem eerst even een soort van dicht gaan timmeren. En deze laag moet even weg. Hetzelfde geldt voor deze hier. Hoppakee. En weg ermee. Ja, verder heb ik niet echt veel aangepast aan de berg. Ik heb hier trouwens ook nog wat grasblokken zelf handmatig geplaatst. Zodat het nog wat sneller zou gaan. En dat werkt ook best wel goed. Ja, hierachter heb ik dus nog wel wat veranderd aan de shape. Want zoals jullie zien, het loopt hier ook niet helemaal mooi omhoog. Dus misschien dat ik daar nog iets aan ga aanpassen. Hier een blokje tussen of zo. Ja, het ziet er hier nog niet optimaal uit. Maar daar kan ik nog van alles aan veranderen. Dat komt ook wel goed. Op heel veel plekken is de berg trouwens ook gewoon 2 breed. Hier toevallig niet, maar op heel veel andere plekken wel. Ja, dat is aan de ene kant is dat super chill. Want als iemand bijvoorbeeld een blokje hakt, dan is hij niet gelijk, kan hij door de berg heen kijken. Anders ziet het er allemaal wel heel slap uit. Hier gaat de vuurtoren dus komen. Dus dit ga ik sowieso even plat maken. Dan ga ik deze hoekjes allemaal even weghalen. Want hier liepen dus heel stijl omhoog. En dat moet ik dus iets gaan verminderen. Dus al die uiterste blokjes kunnen mooi weg. En dan aan de binnenkant nog wat erbij timmeren. Ik kan hier ook nog mooi een laagje af. Zo, zodat het hier ook wat breder lijkt. En dan gaan we hier tussen mooi even langs. Zo, ziet dit er een beetje vet uit? Ik denk het wel. Ik ga hier nog heel wat invulling aan geven. Want zoals jullie zien, ja kijk, het ziet er echt uit als een hele gekke cave. Dus deze rand hier, de buitenstrand, die moet wel een stuk breder worden. En de ingang is nu ook veel te groot. Die moet echt veel kleiner. Maar dat komt allemaal wel goed, joh. Dat komt helemaal goed. Zo, dit vul ik allemaal even heel snel op. Dan is het allemaal wel heel plat hierboven. Maar daar kan ik altijd nog iets aan veranderen. Dat is geen enkel probleem, ja. Oh nee, daar zijn ze weer al. Nee, daar zijn ze weer al. Mijn grootste vijanden. Oh nee, oh nee, oh nee. Ga nou dood, ga nou dood. Hoppakee, nice. En ze zijn gone. Zo, en het is nu helemaal dicht, zo te zien. Alright, alright. Oké, ik ga nu nog even wat dingen fine-tunen. Dus bijvoorbeeld hier even wat dingetjes aanpassen. Want het ziet er nog niet echt uit als een echte berg natuurlijk. En dat, ik probeer het zoveel mogelijk op een echte berg te laten lijken. Hier mag je eigenlijk nog wel wat breder. Dat ziet er eigenlijk wat beter uit. Hier mag wel wat van af. En nu moeten we de ingang ook nog even heel mooi gaan maken. Yo, het is wel echt
pikken donker daar binnen trouwens. Ik weet niet precies hoe ik dit wil gaan doen, maar het moet gewoon een stuk breder zijn. Dus daar gaan we nu aan werken. En de ingang mag nog wel iets meer naar voren. Het moet precies boven de zandrand hangen. Dus het mag wel iets meer naar binnen nog. Onder pleur ik ook even veel meer dirt, want dit ziet er echt heel lelijk uit. Hier moet ook nog even een mooi laagje erbij komen. Hetzelfde geldt voor deze kant. Jij mag even lekker weg, hup. Ga maar lekker in het water zwemmen. Doei! Zo, ja, het ziet er al een stuk beter uit. We zijn denk ik bijna klaar. Hier ben ik het nog niet helemaal mee eens. Het gaat namelijk wel heel erg naar binnen, want hier begint de berg al. En dan gaat hij al een deels naar binnen, dus dat is niet de bedoeling. Kijk eens aan. Ik denk dat ik bijna klaar ben. Hier misschien nog wat weg. Ja, ik heb wat dingetjes nog weggehaald, wat dingetjes toegevoegd. Nu moet er even wat gras overheen groeien, want het ziet er al best wel gek uit. En ik denk dat dit eigenlijk best wel mooi is. Misschien dat ik er nog overal een laag voor gooi, want de poort is nog steeds best wel breed. Je kan het echt van een hele afstand kan je nog makkelijk naar binnen kijken. En ik weet niet of dat de bedoeling moet zijn. Maar kijk eens even aan. Het ziet er toch top uit. Hier ben ik hartstikke blij mee. Kijk eens hoe vet het er van een afstandje uitziet. Het ziet er eigenlijk nog niet eens zo gemaakt uit. Ja, het is heel erg plat nu van de bovenkant, dus dat valt heel erg op. Maar ik plaats er sowieso boom op en ik ga er nog wat dingen aan fine-tunen. Ja, ik zie ook dat hij iets te stijl oploopt en in één keer is hij plat, dus dat maakt het ook wel een beetje nep. Maar zoals ik al zei, daar kan ik dus nog van alles aan aanpassen. Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo gemaakt eruit zien. Ik dacht eerst dat het echt een dom eilandje was met een vet gemaakte berg, maar het ziet er eigenlijk best wel legit uit, dus hier ben ik echt heel erg tevreden over. En ik zie een creeper en die gaat even heel snel dood. Doei doei. Oké, ik ga even naar de onderwaterbasis. Yes, let's go. We gaan super snel even dit ding switchen. Nice. Dan gaan we hoor, door de bocht heen. En let's go. Hier liggen natuurlijk mijn sponges, dus die moet ik gauw even ophalen. Yabidabidoo. Daar zijn we weer. Hij is dikke mooi. Kom maar door met die sponges. Waar heb ik die dingen? Yes, 51 in de oven denk ik. Oeh, wat hè? Dit is geglitcht. Oké, volgens mij had ik er minder, dacht ik. Maar ik heb er nu ineens meer. Joepie. Nice. Oké, je moet eigenlijk ook heel veel steen meenemen, want ik heb flink wat ovens daar nodig. Want ik moet gewoon echt iets van 10 ovens lopende hebben. Gaan we even gauw terug omhoog. Let's go. Als dat lukt. Ah, dit werkt echt zo slecht. Dit werkt echt voor geen meter. Oké, naar voren. Ik wil die kant op. Yes. Oké, kijk. Dan krijg je een mooie boost net mee. En ik krijg net niet genoeg boost. Wat is dit? Werkt dit altijd super goed? Misschien omdat ik eerst nog ook een rail erachter had of zo. Nu heb ik dat niet meer. Kom op. Let's go. Boost, 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 boost. Yes. Yes. Oké, ik denk dat ik naar beneden geval of niet. Want oh, het gaat zo slow. Het gaat zo slow. Maar het werkt, het werkt, het werkt. En ik wil naar rechts. Ja, top. Helemaal mooi. We zijn mooi hier aangekomen. Oh, ik heb nog 9 furnaces over. Super chill. Ik weet niet waarvoor ik die ooit gebruikt heb. Maar ik heb er nog vet veel over. Dus dat is really nice. Oh, hebben mijn turtles trouwens ook al een nieuw ei achtergelaten? Oh ja hoor, er staat er eentje. Helemaal top. Daar gaan we dan hoor. Laten we die gauw even ophalen. Kom maar door, kom maar door. Ja, dankjewel. Helemaal top. Heb ik nog seagrass? Ik heb geen seagrass over. Er waren trouwens heel veel mensen die commenten van... Ja, Harm, je moet niet zo zeuren om die regen. Want je kan nu gewoon die trident gebruiken. Dus dat is super chill. In de regen kan je die gewoon altijd gebruiken. Kijk, ik kan hem gewoon gooien. Super chill. En dit is echt niet. Kan ik zo makkelijk van A naar B gaan. Kijk eens even aan, joh. Wee! Nice. Oké, nou kom maar door met die furnaces. Allemaal mooi op een rijtje. Hoppakee. Nog eentje. Dan heb ik eigenlijk ook flink wat brandstof nodig. Heb ik kool hier bij me toevallig? Please, laat die kool of hout in zitten of zo. Oh, dat is genoeg hout. Oké, laten we dat hout lekker op mooi opbranden. Ik pleur overal even 16 hout in of zo. Let's go. Zo, top. Bijna overal zit 16 hout in. Dus nu kan alles heel mooi even branden. Hier gooi ik ook even wat in. En dan gaan we gelijk beginnen. Wordt hij nu ook nat of niet? Is het nu een natte spons of niet? Even kijken hoor. Dit is gewoon een normale spons. Oké, dus die regen die telt gelukkig niet mee. Ja, ik heb hier een hele mooie techniek voor. En deze moeten jullie eigenlijk allemaal even overnemen. Want dit is zo'n goede techniek. Het is gewoon lekker helemaal alles. Helemaal vol spammen. Come on, let's go. Daar gaan we dan. Come on, come on. Please, please. Let's go, let's go. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oké, alles zit voor alles. Wacht, serieus? Is als... Oh my god, er is bijna niks weg. Ah, dit werkt echt voor geen meter. Nee! Oké, het werkt wel een beetje... Oké, het werkt nu wel een klein beetje. Nu ik het hier aan deze kant doe. Oeh, dit werkt best wel goed hier. Zo, deze even weghalen. Kijk eens aan. Hoppakee. Begon niet echt goed, maar nu gaat het wel aardig lekker. Nice! Hier zit nog flink wat. Hoppakee. Hoe kan je sponsjes trouwens makkelijk weghalen? Met een shear lukt dat niet. Met wat zou dat snel kunnen? Met een shovel? Ook niet. Met een axe misschien? Nope. Met een zwaard misschien? Oh, nee, dat gaat ook even snel. Zo, ik heb alles nu weggehaald. En zoals jullie zien, ja, bijna alles is gewoon weer volgestroomd. Dus dit werkt echt voor geen meter. Ik moet er denk ik wel even iets tussen gaan plaatsen. En laten we ondertussen ook even de ovens mooi vol gooien. Ja, dit stukje hier is wel heel mooi leeg. Dus daar ben ik wel blij mee. We kunnen dat hier ook wel even proberen. Ik denk dat het ook wel aardig goed lukt hier. Oké, hoppakee, hoppakee. Nice. Nee, nee. Kijk, het komt van alle kanten. Komt het. Dat is zo na. Dit is zo na. Ga nou weg, ga nou weg. Hup. En het komt steeds weer terug. En het blijft me terugkomen. En het blijft me terugkomen.
terugkomen. En het blijft maar terugkomen. En kijk, het stroomt weer bijna helemaal vol. En als ik deze blokken nu allemaal weghaal, kijk, dan stroomt alles weer langzaam terug. Dus ik heb hier zo weinig aan. Alright, ik heb even wat zand opgehaald. En ik ga het nu gewoon even markeren. Allemaal van die hoekjes ga ik even markeren. Want dat is blijkbaar toch hoe je deze zee hier moet leegmaken. Want ja, dit is best wel een groot stuk aan zee eigenlijk. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het slimste is. Hoe groot dit moet zijn ongeveer. Ik ga gewoon een beetje willekeurig dit doen of zo. Dat moet wel goed komen. Ik heb 3 wet sponges. Dit moet in één keer wel lukken. Dit is in één keer weg. Oké, het mag wel wat groter dan dit zijn. Maar het ding is wel, als ik dit nu weghaal, dan stroomt alles natuurlijk gelijk weer vol. Oké, even kijken. Sponge. Oké, er zit overal wel lekker veel van die sponges. Hoppakee, ik heb al bijna weer een stekkie terug. Very nice. Nou, let's go. Dit hele gebied vol plaats. Oh, het is hier ook echt heel diep, is het hier gewoon. Ja, even kijken hoor. Is dit breed genoeg? Ik kan er nog wel eentje breder maken. Ik denk wel dat dat kan. Misschien moet ik dan alsnog een beetje spammen met die sponges. Maar boeien, ik heb er toch vet veel. Die stekjes aan zand, die vliegen er ook trouwens doorheen hoor. Dit is toch niet normaal meer. Daar gaat alweer een stekkie. Even kijken. Yes, pak ik de volgende alweer. Ik heb denk ik meer zand nodig. Oké, ik heb echt een heel gek stuk gemarkeerd. Maar met mijn spamtechniek moet je opletten. Dan lukt dat wel. Dus tak, 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 tak. Tak, oké, het kost wel flink wat sponsjes, maar kijk eens even aan hoe snel dit leeg gaat. Super chill, hoppakee. Nice en nice. Het is leeg. Zo goed als. Hier zit ook nog 2 blokjes. Nice. Oké, dit werkt op zich nog aardig goed. Ik moet wel een beetje spammen met die sponges. Ik kan ook echt veel kleinere gebieden markeren. Maar ik denk oprecht dat dit nog sneller gaat ook. Kijk, deze laag die kan ik nu mooi weer weghalen. Dat scheelt weer lekker wat zand. Oh nee, er stroomt water naar binnen. Nee. Het enige licht wat ik bij me heb is een lava bucket. Daar moet ik het vandaag mee doen. Maar we zijn wel lekker bezig. Oh my god. Ik heb. Nou, dat is een obsidian blok of niet? Ah, nee. Nou, daar ging mijn lava ook. Ja hoor, kijk, er zit een vet rennen obsidian blok tussen. Alright, nou top man. Dit is echt de dikste klote klus die ik in jaren heb gedaan, jongens. Ik zit wel trouwens vaak te zeuren. Maar in één keer in 2 afleveringen doe ik echt hele stomme dingen in Minecraft. Bergbouwen is op zich wel leuk, maar het verveelt ook heel snel. En zandmuren bouwen, nou dit is echt helemaal al saai. Maar kijk eens even aan, ik heb al een paar van die bakken gemaakt. Dit zijn wel echt grote bakken trouwens. Dat komt omdat ik helemaal geen zin heb om allemaal van die kleine hokjes te maken. En daar heb ik ook veel te weinig zand voor. Dus ik heb al een paar nieuwe ladingen moeten halen. Dit is trouwens ook veel te veel. Dit kan ik nooit in één keer weghalen. Hoe moet ik dit doen? Oké, met de spamtechniek moet het denk ik wel lukken. Laten we eerst deze even leeg proberen te halen. Want ik denk dat deze nog wel net te doen is. Dus let's go. Daar gaan we dan. Hop, 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 hop. Nice, nice. Oké, oké. Yes. Oké, dit ging nog aardig goed. Het gaat nog best wel netjes. Hier zit nog een mooi laagje. Yup. En hierachter zit nog eentje. Toink. Nice. En dan zit hier nog even wat. Lekker spammen. Hoppakee. Daar gaan we dan. Hier zit nog wat. Hier zit nog wat. En hier beneden zit nog wat water. Weg ermee. Nice. Kijk, ik moet echt even torches op gaan halen. Want hier komen natuurlijk ook allemaal zombies zo meteen. Zo, nou die klote dingen weer even weghalen natuurlijk. Die zijn zaaknat geworden. Zo, en we splitten alles weer even mooi over de ovens heen. Oh, wat? Oh nee, hier komt vet random een creeper. Hoe komt die hier nou weer? Oké, vet random. Ik plaats hier gauw even wat licht. Want anders dan krijg ik constant dus van dit soort beesten die hier komen. En daar heb ik geen zin in. Ga ze even heel snel weg. En niet ontploffen, dankjewel. Hoezo? Wat? Oké, nou, er gebeurt allemaal niks, want hij ontploft in water natuurlijk. Zoals jullie zien, we gaan best wel lekker. Ik ga even dit stuk nu helemaal leeg maken. Ik denk dat deze zo leeg is namelijk. Dus let's go. Dus 1, 2, 3. Ik kan beter een beetje omheen spammen. Kijk, die gaat veel beter. Hoppakee. Hoef ik ook niet zoveel te gebruiken. Oh, er zit nog zoveel boven me. Weg. Ga nou weg. Zo, hoppakee. En alles is weg. Zo, deze leeg ik even. Die ook. En die. Oh, wacht. Hier zit te weinig hout in. Nee, ik heb geen hout meer over. Zo, even wat nieuw hout erin. En dan gaan we dit stukje ook even mooi pakken. Ik heb het toch nog even opgedeeld. Lijkt me toch wat slimmer. Wacht, deze kan ik veel makkelijker even pakken. Laten we dat gauw even doen. Hier tussen komt eentje. Oh, let's go, let's go. We spammen het helemaal vol. Hoppakee. Nice. Oh, nee. Hier zit nog een nee. Dat heb ik nooit doorgehad. Nee. Er zit nog een stuk achter. Dat heb ik allemaal niet dichtgemaakt. Oké, dat was niet slim. Dat was niet slim van mij. Nou, laten we dan eerst even dit stukje mooi gaan pakken. Let's go. Even mooi hier naar binnen. Oh, let's go, let's go, let's go. En dan het onderste gedeelte nog even. Zo. Ja hoor. En gaan we het licht hier plaatsen, zodat we daar ook mooi vanaf zijn. Oké, deze mooie laag hier kan weer weg, zodat ik weer wat zand over heb voor het volgende muurtje. Dus laten we dat vast even gaan afbreken. Hetzelfde geldt volgens mij voor deze. Yes, die is ook helemaal leeg. Oh, deze trouwens ook. Oh, helemaal top, joh. Very nice. Nou, dan spammen we deze muurtjes gauw even weg. Oh, wacht. Hierboven moet wel weer even zand geplaatst worden, want er komt allemaal water erheen. Zo. Zo, ik maak even een mooi trapje omhoog, zodat ik hier omhoog kan klimmen steeds. Dan de volgende. Zit hier alles mooi afgesloten? Nee, ook niet. Die heb ik ook nog niet alles gepakt. Zo, ik maak hier ook nog een extra muurtje tussen, want anders is het wel een
een te groot gebied, denk ik, om in één keer leeg te halen. Zo moeilijk is zo'n muurtje maken ook weer niet. Valt best wel mee. Lekker even doorspammen. Ja hoor. Oh, wat? Er gaat in één keer wat... Oh, nee joh! Er zit hier... Oh, dat grass. Dat slaat alles stop. Ik dacht, waar gaat dat wat zand ineens heen? Nou, daar gaan we hoor. In 3, 2, 1. Tak, tak, tak. Oh, oh, we zakken keihard naar beneden als een baksteen. En dat is de bedoeling, want dit gebied is ook heel mooi leeg. Yes. Hoppakee. Klaar. Kost hem iets van 10 sponsjes, dus het valt er reuze mee. Nee, daar zijn ze weer. Nee, 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 nee. Jongens, ga even weg. Ga even weg. Hup. Ik wil jullie hier niet hebben. Sterf. Oh, wat? Oh, die dodge staat heel nice. Is je beest dat het wel een leuke aim practicing? Hoppa. Oh, wat? Die raakte ik ook niet. Ah, oh, nice. En die even... Oh, die was sick. Die was sick. Oké, hopelijk branden ze allemaal mooi even dood. Ondertussen is die ook alweer bijna klaar, denk ik. Zit er nog meer in? Yes. Hier zit nog wat in. Ook dat houdt dus op. Is ze leven nog steeds zo te zien. Oeh, nice. En... Come on. Oh nee, hij ontwijkt alles. Hij ontwijkt echt alles. Dit stinkbeest. Oeh, and there he goes. Alright, alright, we gaan best lekker. Nu moet dit stukje ook even leeggemaakt worden. En daar gaan we dan. Hoppakee, yes. Boven me wat spammen, onder me wat spammen. Ja hoor. Hey, 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 hey. Ik zie helemaal niks. Ik moet even kijken, even torches hier neergooien. Dit stuk is toch dichtgemaakt? Oh wacht, hier heb ik nog niet alles zo. Hop. En ik denk dat ik bijna alles heb. Hieronder zit nog wat. En dat is nu ook weg. Zo, de sponsjes zijn weer lekker bezig. En ik heb even wat muren weggehaald. Dus het ziet er allemaal al een stuk beter uit. En daarachter heb ik ook wat licht geplaatst. Zodat ik een beetje kan zien hoeveel ik nog moet doen. Want ik moet dus nu weer allemaal muren gaan bouwen. Want dit is echt nog zoveel ruimte wat allemaal weggehaald moet worden. En dit stukje zou ik met 31 sponsjes wel moeten doen. Dus laten we dat eerst gauw even doen. Let's go. Gaan we dan. Hoppakee. Hoppakee. Nice. There we go. Hier is de boze nog wat. Heel irritant. Heel irritant dit allemaal. Oh nee, hier zit ook nog een gat, jongens. Ik ben weer eens niet goed aan het opletten. Ik ben niet goed aan het opletten. Zo, dit kost gewoon even 31 sponsjes. Nu moet... Oh, ik moet ze allemaal weer weghalen. ik ben er zo klaar mee. Ik ben echt al anderhalf uur bezig, jongens. Maar kijk eens even aan. We zijn wel bijna klaar. Daarachter zit nog één hele grote hoek met vet veel water. Dus dit moet ook nog even allemaal weggehaald worden. Even kijken hoor. Dit kan ik eruit halen, toch? Zo, dan kan ik hier mooi omhoog. Hier zit zoveel tijd, maar ik heb geen zin om dit in 2 afleveringen te doen. Ik wil het gewoon in 1 keer even afmaken. Ik bedoel, ik heb de berg ook al in 2 afleveringen gebouwd. Dat wilde ik eigenlijk ook al in 1 doen. Maar ja, op een gegeven moment ben je er ook een beetje klaar mee. En dan doe je dat mooi in 2 afleveringen. Maar dit wil ik gewoon in 1 aflevering allemaal leeg krijgen. Ook al kost het mij 4 uur de tijd. Het boeit me helemaal niks. Even kijken, in hoeveel vakken gaan we dit even opsplitten? Ik denk dat het slim is om even in... Dit kunnen we wel in 4 vakjes nog mooi opdelen, denk ik. Dus laten we dit hele gebied even lekker opvullen. Dit gaat trouwens veel sneller qua muren bouwen. Veel sneller. Ja, als je dit veel doet, krijg je ook wel... Een hele makkelijke techniek hoe je dit zo snel mogelijk allemaal in... Oh, wat, hè? Yo! Is dat die onderwaterkevel? Wat? Oké, dat is misschien best wel leuk om erbij te hebben, zit ik nu te denken. Maar het is wel heel naar om dit allemaal leeg te krijgen. Ik moet even wat dirt ophalen zo meteen, want hier kom ik dus niet in één keer overheen. Zo verder naar dit kom ik niet. Oké, hoe gaan we dit even opsplitten? Ik denk dat dit wel een mooie splitsing is hier. Yes, dan vullen we dit gebied nog even mooi in. En daar gaan we dan vak voor vak gaat leeggehaald worden. Let's go. Dit vak even snel leeghalen. Kom op. Wat? Oh, het zit allemaal nog bovenin. Ik moet wel even iets meer van boven beginnen, want nu kost het vet veel sponsjes. Zo, ik klim er gauw even uit en dan pak ik gelijk ook dit vak even aan. Tak, 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 tak. Oh nee, het stroomt weer helemaal vol. Nee. Ja, dit vak is best wel groot. Het is wel goed dat ik het in 4 heb verdeeld, want het is nog steeds dus heel erg groot, zoals jullie zien. Zo, en dit was hem alweer. Super chill. Nou, ik ga er even uitklimmen. Kan ik nog 1 vakje leeg krijgen? Oh, deze lukt denk ik sowieso wel. Deze misschien ook nog wel. Weet je wat? We beginnen gewoon bij deze. Tak, 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 tak. Yes. Oké, deze gaat heel snel. Nice. Hoppakee. In 1 keer weg. Hier nog eentje. Zo, ik heb er nog 5 over. Kan ik die andere met 5 leeg krijgen? Misschien. Wie weet. Ah, ik heb er nog 5. Let's go. Oké, hoe moet ik het even neerzetten? Ik denk zo'n beetje. Of hier, 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 hier en hier. En oké. Net niet. Nee, wat jammer. Net niet. Oké, nou, laten we even wat nieuw halen. En we kunnen ondertussen ook weer alles even weghalen. Want dan kan ik alles weer mooi omsmelten naar normale sponsjes. Yo, ik moet de trein echt even gaan verlichten. Want overal komen ineens creepers van. Oh, ze komen ook van de berg af, denk ik. Oh, nee, nee, nee. Niet boos zijn. Niet boos zijn. Iron Golem. Nee, 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 nee. Die moet dood. En oh, ik hoor nog iets hier ergens. Zit hier nog eentje op de berg? Oh, ga jij zo heel snel dood?
Nice. Ja, die berg gaat helemaal vol spawnen, jongens. Dat is wel heel erg naar. Weet je wat? We gaan hem even verlichten. Gauw, even een torch. Yo, kijk hoe snel dit is gaan. Ja, ik ben natuurlijk ook al vet lang bezig. Al bijna 2 uur. Het is wel logisch dat alles nu gras is geworden op de berg. En dat ziet er best wel heel erg vet uit. Look at that boy. Wat is dat? Een skeleton onder water? Hoe komt hij nou weer onder water? Ga eens even heel snel dood. Wat? Ik dacht, word ik nou beschoten? Ja hoor. Oh, hier ook weer een creeper. Oh, ga eens even dood. Oké, nice. Nou, laten we dit allemaal even oplichten. Zo. Ik licht de boel op, jongens. En dan zit het laatste stukje wat we nog even moeten pakken. Maar dat is ook al bijna klaar. Zo, very nice. Yo, het ziet er echt wel lelijk uit trouwens. Zo'n oceaanbodem ziet er echt totaal niet uit. Oké, okay, nou, daar gaan we dan. Hier nog even eentje. Oh, nee. Oh, ik flikker helemaal naar beneden. Oh, dat was niet de bedoeling. Oké, dat moet niet weer gebeuren. Zo, en dat was hem. Oké, ik moet wel echt oppassen naar beneden. Even rustig naar beneden. Even die sponge wil ik weer terug. Dankjewel. En ik denk dat we helemaal klaar zijn, jongens. Oh, die kloteringen weer weghakken. Het kost zoveel tijd. Is er niet een manier om dit sneller te hakken? Het is echt heel erg vervelend op deze manier namelijk. Zo, en de laatste muren nog even weghalen. Let's go. Hoppakee. Oh, nee. Zo, deze nog even weghalen. En dan is de berg helemaal leeg. Oh, wat ben ik hier blij mee. Er moeten hier nog wel flink wat dingen gebeuren om het een beetje mooi te maken. Want sowieso wil ik alle klei en gravel weghalen, want dat ziet er echt voor geen meter uit. Het is echt hartstikke lelijk. Dat moet sowieso ook even weg. En dan moet ik maar even zien hoe ik de bodem wil maken, zeg maar. Dit kan trouwens ook wel een laagje naar beneden, want ik weet niet waarom het hier ineens... Oh! Nee, joh! Dude, het is allemaal naar beneden gezakt hier. What? Oké, nou, dit moeten we echt even oplossen. Beter dat het nu allemaal wegzakt dan over een tijd, dus... Oh, nee, joh. Hoe gaan we dit even oplossen? Nou ja, ik kan denk ik wel overal even een laagje dirt overheen gooien, dan is het wel klaar, denk ik. Vliegt ook gewoon een bed rond, alsof het echt een cave is. Very nice. I like that. Yes. Zit er nog ergens hout in? Yes, top. Nou, even die laatste dingen omvormen. Yo, dit is echt veel ruimte hoor trouwens. Damn. Ja, hier wil ik nog wel even een soort van mooie ingang van maken. Dat het mooi naar beneden loopt. En dan kan ik hier van alles bouwen. Alles wat ik wil. En ik moet ook even daarboven allemaal licht plaatsen. Want nu ziet het er vet lelijk uit. Dus er zijn nog wat dingetjes die ik moet doen, zeker. En de berg is ook nog niet in de mooiste vorm. Maar ja, jongens, we hebben er vandaag lekker aan gewerkt. Dit is dan het eindresultaat. Wat een groot project. Terwijl de berg is niet eens zo groot. Het valt best wel mee hoe groot de berg is. Maar ja, echt een zee aan ruimte van binnen. Dat had ik echt niet verwacht. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog, zou ik het nog leuk vinden. Abonneer op mijn kanaal en tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.